Wij hebben dat ondertekend als bestuur, omdat wij het van harte met hen eens zijn. En welke punten springen er voor u daarin uit? Bijvoorbeeld dat zij zeggen, geef onderwijsteams regelvrije ruimte. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want als je goed onderwijs wil verzorgen, dan is dat ook een kwestie van maatwerk. En dan moet je onderwijs inrichten wat past bij de studenten en de opleiding die je aan wil bieden. Een ander punt is, voor ons ook heel belangrijk, schaf de 1000-uren-norm af. Dat is een norm die een aantal jaren geleden van kracht is geworden, maar waarvan wij denken dat je daar niet echt kwaliteit van onderwijs mee bereikt. Het gaat erom dat we als docenten meer ruimte krijgen om zelf programma's te ontwikkelen. Er zijn de laatste jaren heel veel vernieuwingen geweest waar we niet eens de tijd voor krijgen om die uit te voeren. Dan is er weer een nieuwe vernieuwing. En er moet rust komen. Deelnemers gaan veel te veel naar school. Dit zijn deelnemers die duizenden klokuren per jaar naar school moeten. Nou, dat zijn de enigen in Nederland, mbo-studenten, waarvoor dat geldt. En dat vinden we veel te veel. Ze komen te weinig aan huiswerk en reflectie toe daardoor. Wat vinden jullie ervan dat het bestuur jullie idee eigenlijk zo ondersteunt? Dat is toch een heel fijn gevoel dat ook het college van bestuur zegt van wij zijn er voor de docenten en de studenten. Soms zie je dat het college van bestuur meer een bestuur op afstand is, maar dit bestuur staat heel dicht bij docenten en studenten, wordt zeer gewaardeerd. In hoeverre verwacht u dat deze vuist, de vuist van het manifest, sterk genoeg is om in Den Haag ook het beleid aan te passen? Ik denk als er heel veel ROC's meedoen, en zeker als we het doen zoals wij het hier hebben gedaan, dat ook onze studenten daarbij betrokken zijn en onze docenten en het management en het bestuur, dat dit wel een grote beweging zou kunnen worden die toch effect kan sorteren. Ik hoop het ook van harte.